Hallo, mijn naam is Charlotte. Ik ben 19 jaar. Ik woon in Zevenhem en ik zit op kot in Leuven om daar vooral te trainen. Mijn prestaties die ik behaald heb, was de Jeugd-Olympische Spelen die ik meegedaan heb in Singapore in 2010, als ik me niet vergis. Dan de Belgische titels die ik behaald heb, zijn er een zevental, waarvan eenmaal duathlon. En dan vorig jaar was mijn laatste jaar als junior. En daar heb ik toch ook wel nog een redelijk mooi seizoen gehad. Met een 9e plaats op het EK en een 20e plaats op het WK. Sinds vorig jaar heb ik beslist om over te gaan naar SMO. Omdat ik toch vind dat SMO een heel mooie ondersteuning biedt voor de atleten. Ik kan niet aanwezig zijn op de persvoorstelling van SMO. Omdat ik voor het moment, als de persvoorstelling is, in het buitenland zit, in Antalya, voor een wedstrijd. Daar is vooral een beetje ervaring op doen voor mij. Ik heb vorig jaar één keer een kwart meegedaan. En nu zal het mijn eerste keer zijn op internationaal niveau. Dus voor mij zal het een beetje wennen zijn. Ja, de doelen voor komend jaar zijn toch vooral ervaring opdoen op internationaal circuit. En proberen mijn EK-selectie voor de U23 te behalen. Mijn droom en mijn doelen voor lange termijn zijn dus naar de Olympische Spelen gaan. Zoals elke atleet waarschijnlijk. Ook omdat ik de Jeugd-Olympische Spelen al meegemaakt heb. En omdat dat toch wel een heel groot gebeuren is. En ja, een goede motivatie om te kunnen blijven doordoen aan topsport. Anderzijds zou ik ook nog graag veel internationale wedstrijden meedoen en misschien een podium op EK of WK behalen. Dat zou ook wel heel leuk zijn. Ah ja, en Anne en Luc, proficiat met de geboorte van jullie zoon.